Ja, het is een anjertje. En dat is het teken van de veteranen. Het is aanstaande zaterdag Veteranendag. En vanuit het Veteraneninstituut of zo hebben wij een aantal gekregen. En toen dacht ik, ja, die geven dus aan onze raadsleden. En ik hoop dat ze allemaal dragen aanstaande zaterdag. Morgen mag ook al. En eigenlijk is dat om de veteranen te tonen dat we achter ze staan. En heel veel veteranen hebben posttraumatische stressstoornissen. En dat we eigenlijk hopen dat het snel weer goed met ze gaat. Wordt er in Zoeterwoude nog iets speciaals gedaan in het kader van Veteranendag? Nou, rond Veteranendag doe ik nooit wat. Op 4 mei zitten de veteranen vooraan in de kerk en lopen achter het college en de organisatie. En ergens in oktober, november heb ik altijd ontvang ik de veteranen, dat zijn een stuk of 10. Met een hapje en een drankje en gewoon gezellig. En horen we hun verhalen.